Er waren natuurlijk al wel spoorwegen vanaf 1839, maar dat bleef een beetje stokken. Hier in Utrecht had je bijvoorbeeld de Nederlandse Rijnspoorwegmaatschappij. Je had de Centraal Spoorweg. En vanaf 1860, 1870 werden er allerlei overheidsinitiatieven en particuliere initiatieven genomen om nieuwe spoorlijnen aan te leggen. En de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij die zat vooral in Noord- en Zuid-Holland, maar die wilde zijn vleugels ook uitslaan. Dus die besloten tot de aanleg van de Oosterspoorweg. En dat werd een spoorlijn van Amsterdam via Hilversum en Amersfoort naar Zutphen. En er zou een zijtak komen van Hilversum naar Utrecht. Dit singelplantsoen is rond 1860 allemaal aangelegd door bekende landschapsarchitect Zogger. En de Utrechters en ook de gemeente Utrecht die waren daar heel blij mee. Het was een prachtige groene omgeving hier. Hier is het station op de tekening. Dat zou dan precies daar in die diepte daar gelegen moeten hebben. Het spoor zou dan eigenlijk dwars door de singel heen lopen. Maar er was heel veel protest dus tegen. Hè. Er werden petities ingediend, er werd zelfs een protestlied geschreven. Dat allemaal bedoeld om de spoorwegmaatschappij, die al de vergunning van de minister binnen had, op andere gedachten te brengen. De spoorwegmaatschappij, de Heizum, die werd eigenlijk gedwongen door de staat om met Utrecht te gaan overleggen om een minder omstreden tracé aan te leggen. Dus niet over de singel. Maar er werd besloten ten oosten van de Maliebaan, waar eigenlijk nog geen bebouwing was, maar daar lagen wel de achtertuinen van de villa's aan de Maliebaan. Eén villa moest zelfs worden afgebroken en die stond hier in het gat van wat de Johan van Oldenbarneveldlaan zou worden. Daar stond de villa van Pauline Madeleine Ram Duim. Zij was de weduwe van de oud-gemeentesecretaris van Utrecht. En in de achtertuin en een vijver, daar is het stationsgebouw gebouwd. We gaan een voorwerp pakken van Gerrit Schild. En Gerrit Schild die was van 1902 tot 1912 was hij opzichtermachinist bij het Maliebaanstation. Hij reed dus niet op een locomotief, maar hij werkte in het depot. Eigenlijk een loods waar reparaties werden verricht. In deze doos zit een huldeblijk ter gelegenheid van 25 jaar dienst bij de spoorwegmaatschappij. Het boek bestaat uit een hele mooie handgeschilderde voorpagina. En daar zie je dus de tekst herinnering aan de 25-jarige ambtsvervulling van G. Schild, Gerrit Schild, opzichter machinist van de HSM. En hij deed dienst op Utrecht Maliebaan en op Utrecht CS. Als je verder bladert, dan zie je eigenlijk alle namen van zijn collega's hier op Maliebaanstation. En daar ook nog weer, volgens mij zijn dat handgetekende tekeningen die hier dus bij staan van locomotieven. Ik zie hier eentje van Enkhuizen. En wat ik nou zo bijzonder vond is dat dit boek echt toebehoort aan iemand die hier op het Maliebaanstation heeft gewerkt en er vlakbij heeft gewoond. Ik kwam in 1987 hier werken. Ik had daarvoor bij het Katharijnenconvent gewerkt. Ik vond het geweldig. Ondanks het feit dat het echt heel oud en ook versleten was. Het water liep langs de muren, liep door de lijsten van de prenten heen. En er zou een nieuwe verbouwing zijn die in 1989 klaar moest zijn voor 150 jaar spoorwegen. En daar ben ik toen
als conservator, plaatsvervangend directeur, projectleider of zo, allemaal van die woorden, ben ik toen begonnen. Er waren net nieuwe plannen gemaakt door dramatische architecten allemaal. En toen hebben we een hele opstelling gemaakt en dat was staal en glas. We hadden alleen het Malibaanstation en twee kappen aan de overkant van het spoor. Maar meer was er niet. Het was mooi, het was adequaat, maar het was wel een inbreuk op het pand van... Echt, die had zijn weerga niet. Prachtig, zeker voor die tijd, baanbrekend, maar niet houdbaar. Ik werk sinds 1 april 1999 hier en ik ben begonnen als suppoost in het oude museum en daar bedoel ik mee voor de verbouwing. Wij waren als suppoost met een groep mensen, voornamelijk ouderen, gepensioneerde NS'ers, die hier een beetje zaten op te letten eigenlijk. Dat was het. Een uurtje Malibaanstation, een uur buiten, een uur zijn huis. En zo wisselde je dat met elkaar af. In het oude Malibaanstation kwam je dus binnen. Daar was in de hal was dan gelijk de kassa. De rechterhal was zeg maar het begin van de treinen in Nederland. En in de linkerhal stond dan de hoge snelheidstrein. En dan hadden we een hele lange loopbrug van links zeg maar naar rechts. En daar reed een modelspoorbaan. En in de hal was dan ook één heel groot auditorium. En daar werd een film in gedraaid. Toen kregen we de verbouwing. En toen werd het allemaal anders. En het nieuwe gebouw gaat, en dat is wel handig van ongeveer die seinpaal waar dat oranje apparaat staat, naar de volgende waterkolom, naar de seinpaal, zo helemaal langs die tractor die daar rijdt, voor dat kleine gebouwtje langs en zo helemaal rond. Malibaanstation, dat is eigenlijk voor ons ook een wereld. We hebben geprobeerd om dat station helemaal terug te brengen in zijn oorspronkelijke situatie. Je moet straks aan de loketten, zo'n beetje gebogen door een heel klein loketje, je kaartjes bestellen. Precies zoals dat in 1874 ging. In 2002 begonnen de plannen voor het nieuwe museum vorm te krijgen. En die bestonden eigenlijk uit twee delen. Een compleet nieuw museum aan de andere kant van het spoor en de restauratie van het oude Malibaanstation. Het was niet meer het oude Malibaanstation, het was het spoorwegmuseum geworden vanaf 1953. Dus dat was geleidelijk aan eigenlijk verworden tot een moderne expositieruimte. Aan de buitenkant had je nog wel het beeld van het oude Malibaanstation, maar binnen was dat eigenlijk die sfeer ver te zoeken. Ik heb gekeken naar stations als Dordrecht, station Middelburg, vergelijkbare gebouwen ook qua omvang als het Malibaanstation, om eigenlijk in die huid van die 19e-eeuwse architect te kruipen. In de 19e eeuw werden stations nog niet door architecten ontworpen meestal, maar door spoorwegingenieurs die ook de trajecten ontwierpen en alle weg en werken. Maar we weten eigenlijk niet zeker aan wie het station nou is toe te schrijven. Waar ik in ieder geval bij het onderzoek achter ben gekomen is dat het hoogstwaarschijnlijk niet de man was aan wie het station lange tijd is toegeschreven, namelijk de architect Adolf van Gent. Maar wat ik heb ontdekt is dat bij dat bureau in ieder geval een eerst aanwezend ingenieur was, die was de baas. En dat was aanvankelijk Jan Kalf, tot halverwege 1873 toen ze net met dit ontwerp bezig waren. En hij werd halverwege dat jaar opgevolgd door zijn zwager Robert van Hasselt. Het Malibaanstation is eigenlijk voor die tijd heel kenmerkend in neoclassicistische stijl. En ja, ze hebben het extra mooi gemaakt en extra imposant. Met wat meer luxe in het interieur om reizigers hier eigenlijk naartoe te lokken. Zodat ze deze trein naar Amsterdam namen en niet die vanaf CS die via Breukelen
reed. Ja. Nou, wie hier niet woonde, maar wel een eigen huisje op het terrein had, dat was de lampenist. Wij hebben hier een oorkonde van Cornelis Otter. Die werkte in het lampenhok, ook wel de lampisterie genoemd. En dat zie je hier nog op het terrein. En dat is een van de weinige overblijfselen uit de oude tijd, zeg maar. In 1951 werd het Malibaanstation aangewezen als locatie voor het Spoorwegmuseum. En in de loop van de tijd zijn steeds meer gebouwen die oorspronkelijk hier hebben gestaan gesloopt. Denk aan de draaischijf, de locomotiefloods, maar ook de huizen voor de stationschef en voor de werkmeester. Alleen de twee oude lampisterieën zijn bewaard gebleven. Een lampenist was eigenlijk verantwoordelijk voor alle olielampen op het station. Dus die lampenist ging dan met een fakkel en zijn oliekannetje ging die net voor zonsondergang op pad om alle olielampen te ontsteken. Dit is bijvoorbeeld een seinlantaarn, noem je dat. En als je groen licht toont, de seinhuiswachter, dan weet de machinist dat alles veilig is op het spoor. Maar toon je nou rood licht, dan is er iets aan de hand en dan moet de machinist stoppen. Cornelis Otter kreeg deze oorkonde voor zijn 25-jarig jubileum. En die heeft hij heel mooi aan de muur gehangen in een lijstje. Maar ja, er zit een barst in het lijstje, dus we zullen het glas wel even moeten vervangen voordat we het tentoonstellen. We staan hier bij de spoorwegovergang in de Biltstraat. En het spoor van de Malibaan, van Utrecht-Malibaan, komt daar vandaan. En je ziet dat de sporen iets uit elkaar gaan hier. En dat is niet voor niks, want er heeft hier tussen de sporen nog een perron gelegen. Een perron van het station Utrecht-Biltstraat. Er is een soort extra stationnetje gekomen waar men afhankelijk niet zoveel van verwachtte. Maar je had hier ook de paardentram naar Zeist. En dat bleek toch een heel handig gegeven te zijn. Want reizigers konden zo heel makkelijk overstappen van het ene vervoermiddel op het andere vervoermiddel. Dus er ontstond hier een soort openbaar vervoerhub avant la lettre, om het maar even zo te noemen. En op een gegeven moment trok de halte Biltstraat ook twee keer zoveel reizigers als dat grote Malibaanstation verderop. En na de oorlog zijn alle gebouwen en is het perron afgebroken. Dus je vindt er niks meer van terug. Behalve dan dus die sporen die nog zo ver uit elkaar liggen. Mijn vader heeft bij de NS gewerkt. En mijn opa heeft bij de NS gewerkt. Mijn schoonvader heeft bij de NS gewerkt. Ja, dat wel. Ik vind het prachtig hoor, als er een stoomtrein met een hoop rook echt. Maar het doet me niet dat ik denk van, oh, mijn hartje gaat te harde van kloppen. Nee. Goedemorgen. U heeft al entreekaartjes, museumkaartjes? Het is uiteindelijk voornaamste bezoekers ontvangen, gasten ontvangen, wegwijzen. Soms in het Engels. You can buy it over here. Enjoy your day. Eén woord, gastvrouw. Je mag naar het kantoor. Nee, dan mag je natuurlijk. Het werken in het Malibaanstation kan heel verrassend zijn. Het kan heel uitdagend zijn, maar het kan ook soms heel saai zijn. Je hebt natuurlijk drukke dagen, is het heel erg leuk, maar er zijn ook dagen en dan kan het soms ook wel een beetje eentonig zijn. Saai niet, dat is eigenlijk een slecht woord. Eentonig zijn. Er waren eigenlijk heel weinig vrouwen die bij het spoor werkten. En er was maar eigenlijk één functie die open stond voor vrouwen en dat was die van overwegwachteres. En dat kon je alleen worden als je getrouwd was met een spoorman. En wat ik zo leuk en bijzonder vind, is dat wij de papieren hebben van een echtpaar dat op de Oosterspoorweg werkte. Gerrit Pluigers was baanwerker en zijn vrouw Grietje was overwegwachteres. En wat deed nou een overwegwachteres? Die bediende handmatig de overwegbomen. Dus die draaide zij naar beneden als er een trein aankwam en ze draaide er weer omhoog als de trein verdwenen was. Op de perrons moesten de reizigers in dat nieuwe station natuurlijk wel droog staan. Met een mooie overkapping
van bijna 175 meter lang en bijna 25 meter breed. Dus dat was op dat moment hoogstwaarschijnlijk de grootste overkapping van Nederland. Waarvan we hier nog een heel klein deel hebben staan. Het station was veel meer dan alleen maar het stationsgebouw. Je zou bijna kunnen zeggen, het was een soort dorp apart met meerdere gebouwen. Er was heel veel stationspersoneel, perronchef, conducteurs, kruiers. Hè. We hebben een foto uit de beginjaren waarin je al het personeel dat voor de deur staat. En dan zien we ook in een lang oberschort zien we ook het personeel van de stationsrestauratie staan. Blauwkapel was het kruispunt van twee spoorlijnen. De Oosterspoorweg uit Hilversum en daar haaks op de Centraalspoorweg van Utrecht naar Amersfoort en naar Zwolle. En in 1920 is die verbindingsboog hier achter ons aangelegd. Treinen konden nog wel doorrijden naar het Malibaanstation, maar de route naar het Centraal Station werd toch steeds belangrijker. En uiteindelijk heeft dat de das omgedaan voor het Malibaanstation als reizigersstation. Dus we hebben nog wel heel lang hier goederentreinen gereden. Maar dat is nu ook voorbij. En dit gedeelte van de Oosterspoorweg werd dus helemaal niet meer gebruikt en kon dus opgebroken worden. Dus niet zo lang geleden gebeurd is, zoals je nog kan zien. In 1939 sloot NS het Malibaanstation voor reizigers. Maar in 1940 werd het station weer in gebruik genomen. En dit keer door de Duitsers. Die hadden Nederland bezet. En onder de luifel hier kwam een groot bord met daarop baanhofofficier en verpleegungsstellen. Een verpleegungsstelle, dat is eigenlijk een hele grote kantine. Die kwam hier in het Malibaanstation, waar Duitse militairen konden eten en drinken voordat zij op verlof naar Duitsland gingen. En er zijn maar een paar foto's van het Malibaanstation uit de Tweede Wereldoorlog. En die geven alleen maar een idee van de buitenkant van het station. Maar we hebben werkelijk geen idee hoe dan de binnenkant eruit heeft gezien. We hebben alleen maar impressies daarvan. Wat we wel weten is dat er vanaf dit station meerdere transport plaatsvonden van de Duitsers en voor de Duitsers. Bijvoorbeeld van militair materieel, van de Duitse militairen die met verlof gingen. Maar ook van Nederlandse mannen die op transport werden gesteld voor de arbeidseinsatz. Nou, de meest duistere kant van het Malibaanstation, dat heeft natuurlijk te maken met Joodse Utrechters die vanaf het Malibaanstation zijn gedeporteerd. In 1942 kregen Joodse Utrechters een oproeping om zich op het Malibaanstation te melden met hun bagage. En ze zijn toen gedeporteerd naar Westerbork. En de meeste daarvan, die hebben het niet overleefd. Het schrijnende is dat alle transporten door de NS werden uitgevoerd. Dus niet alleen de militaire transporten, maar ook de deportaties. Voerde NS uit met Nederlands materieel, met Nederlands personeel tot de Duitse grens. En dat zie je heel goed in dit schilderij terug. Daar zie je een Nederlandse locomotief met NS-personeel die een Duitse militaire trein trekt vanaf het Malibaanstation. Toen wij aan de slag gingen met het gebouw, was het een wit geschilderd gebouw, zoals eigenlijk veel gepleisterde gebouwen in Nederland vaak wit zijn geworden. En we wisten wel dat moet een andere kleurstelling geweest zijn. Dus hebben we hier bewust ook naar het pleisterwerk gekeken om te zien wat eronder zat en wat voor afwerkingen. Daar is deze soort oud-roze kleur uit naar voren gekomen. Ja, hier op de muur zien we een beschadiging. Maar op deze beschadiging daaronder zien we nog een soort donkerbruine kleur. Dan een vervuiling en daaronder zien we weer die oud-roze kleur, zeg maar, een soort steenkleur. En dan zien we hier een microscoopfoto van een verfmonster. Dan zie je dus die roze lagen op elkaar. En dan zie je hem eigenlijk naar bruin verkleuren. Dus blijkbaar waren die stoomlocomotieven toch wel zo vies dat ze op een gegeven moment de strijd hebben opgegeven om die lichte kleurstelling van dat oud-roze in stand te houden. Dus laten we het dan maar gewoon bruin gaan schilderen. Edwin Verweij uit Amsterdam heeft kleuronderzoek met name voor de buitenkant gedaan. En Frauke Hofman heeft hier in de hal onderzoek gedaan. En daar heb ik hier nog een pagina uit haar rapport. En wat hier zo interessant aan is, is dat je eigenlijk twee stadia ziet. De oudste, die heel licht is. En daaroverheen dezelfde decoratie, maar dan dus in een veel donkerere kleurstelling.
Over het algemeen wordt er heel weinig gereconstrueerd. Maar hier, dit was wel een uitzonderlijk project, is heel bewust gekozen. We gaan het weer terugbrengen in de staat, zoals we denken dat het was, in 1874. Achteraf denk ik dat we eigenlijk bijna geen concessies gedaan hebben. Af en toe wel, zoals dit, de kapsalon. Elk groot station had een kapsalon, alleen het Malibu-station niet. Een van de mensen van NS Stations die zei van, nou, wij doen er eentje weg in Dordrecht, zou je er wat voor voelen? En toen hebben we gezegd van, nou, dat zou nou mooi zijn als we dat gewoon integreren. Toen hebben we dus de kapsalon uit Dordrecht hier ingezet. Een van die bijzondere details, dat zijn de zogenaamde acroterieën. Die waren er niet meer. Dus we gingen kijken naar de oude tekeningen. En nu was het zo, in de 19e eeuw was er al heel veel gestandaardiseerd, geprefabriceerd. En daarom heb ik dit boek meegebracht van Braat uit Delft. Dat was zo'n fabrikant, er waren er meerdere. Alleen het vervelende, degene die wij zochten, zat er niet tussen. Dus ze hebben toch uiteindelijk deze tekening vergroot, nagetekend en uiteindelijk een model laten maken om dit te kunnen doen. Een van de afwijkende plekken in het Malibu-station is natuurlijk deze ruimte, de Koninklijke Wachtkamer. Die was hier niet, nooit geweest. Het enige is, er ligt ergens in Nederland een Koninklijke Wachtkamer van het station Den Haag Staatspoor. Dus toen hebben we dit gedaan. Maar het was wel heel arbeidsintensief en kapitaalintensief. Je moest op een gegeven moment, als je een station bouwt, keuzes maken. En hier is de keuze gevallen om geen kapsalon te bouwen. Net zoals er ook geen Koninklijke Wachtkamer was. Die hebben we er ook ingezet, omdat we hem hadden. Dus maak je toch een soort eclectisch, om heel ingewikkeld woorden te gebruiken, een station waarbij je een aantal dingen inbouwt die van oorsprong er niet gezeten hebben. Maar omdat je ze perfect hebt, laat je het gebeuren. Het is een prachtig gebouw, echt. Elke keer als ik moet werken is het thuiskomen, ja. Ja, ik ben elke dag ben ik hier graag. Het rare is, ik ben dus echt heel lang niet geweest. En dan vallen je dingen op. Kleine dingetjes, sleetsheid van een werfje ergens. Of, dat ik toch nog steeds vind dat dat restaurant er moet komen. Gewoon geen gezeur, huppa. Voor mij is het Malibu-station toch eigenlijk het eerste wat je echt voor Utrecht hebt kunnen doen. En nog altijd als ik gasten heb, dan loop ik naar de restauratiezaal van het Spoorwegmuseum om een kopje koffie te drinken. En kan ik ze dus over dit werk vertellen.